www.deboodschap.today. Suriname ready voor bekleden CARICOM dekenschap. Suriname is volgens het relatiesysteem na 18 jaar het eerstvolgend land dat het dekenschap binnen het CARICOM jeugdambassadeursprogramma mag bekleden. Het CARICOM secretariaat heeft via het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Sport en Jeugdzaken in een schrijven meegedeeld dat zij een voordracht kan doen van een van de nieuwe CARICOM jeugdambassadeurs om de functie te bekleden. Jeugdambassadeur Georgette Grootvam zal namens Suriname het dekenschap bekleden voor de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020. In Suriname, met als best practice model binnen de CARICOM, worden de nieuwe jeugdambassadeurs democratisch middels verkiezingen gekozen. Met de jeugdparticipatiegedachte is het belangrijk dat de jeugd ook betrokken wordt in besluitvormingsprocessen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.